We staan hier dus in Lillo op de afwachting van de Flandria rondvaart in de haven, georganiseerd door Urania om het nieuwe planetarium te sponsoren. Het is wel bewolkt, we gaan niet veel van de echte sterren kunnen genieten. Of dat het koepelplanetarium zal kunnen opgebouwd worden op het schip, dat is nog afwachten. Het regent niet, de wind is zacht. We hopen er het beste van te maken. En quel is année? Ma fille. Ma fille. Daar ligt hij, onze Flandria boot. We zijn goed op tijd aan het inschepen. En daar is de koepel al opgesteld voor de kleine planetariumvoorstelling. Het is bewolkt, we zullen niet veel sterren zien. Ah, moet er door? Sorry. Oh, ik dacht dat gelijk aan de andere kant. Ongeveer goed. Ja, oké. Maar deze is zeker dat erover. Maar moeten we nog naar? Ik heb al een interview gegeven. De technologie van het luchtkasteel om een koepel van het planetarium te hebben. Met op de voorplecht een koepel als planetarium. Dat weet ik niet. Merk, is dat niet te groot? Ja, is strak. Enkel aan de zijkanten hier minder dan dat je dat met die deur ziet. De welke is het eigenlijk? Dus we zijn dus van de kade aan het wegkomen. Een ticketje nummer 1. Ja. U zou me graag wisselen. Mark, de kapitein. Ja. Vooraan een projectiedoom plaatsen waar we dus eigenlijk enerzijds een planetarium hebben waar we de sterren gaan projecteren en ook full dome videoprojectie, dus eigenlijk 360 graden videoprojectie. We zijn dus vertrokken in Lillo, we zijn aan het doen voor een bijgevaren. Het is zwaar bewolkt, dus geen sterren. De eerste planetariumvoorstelling is wetenschappelijk. Zijn er hier nog mensen van groep 2? Groep 2 nog iemand? Ter compensatie van het hele slechte weer dat we vanavond gehad hebben. Bedankt en nog een fijne avond. We zijn dus terug in Lillo. Het weer is slecht geweest, veel te veel regen, dus we hebben alles binnen mogen doen. Maar de dome heeft zijn werk gedaan, heeft ook wel enige windstoot gehad. In praktijk zullen ze die dus moeten verankeren met gewichten.